Hoi, ik ben Corrie Hogeveen van Voetentraining. En heb jij een klauw- of hamerteen? Of heb je een krabbelteen? Ja, allemaal vervelende voetklachten. Je hebt misschien pijn, je hebt vaak veel eelt, je schoenen passen niet goed meer. En ik ga je uitleggen hoe het komt en vooral wat je er zelf aan kan doen. Klauw- en hamertenen. Nou, je herkent het eigenlijk direct. Je tenen staan krom, omhoog of omlaag. Je tenen zijn stijf en als je ze beweegt doet het soms pijn. En als het heel erg is, dan loop je ook nog eens niet makkelijk. En door die afwijking van die tenen krijg je ook weer andere voetklachten of wondjes. De grote teen gaat ook scheef staan bijvoorbeeld, of je krijgt een likdoren. Nou, klauw- en hamertenen hebben verschillende oorzaken. Als je heel veel op de kleine schoenen loopt bijvoorbeeld. Of bij afwijkende voetvormen zoals een holvoet, een platvoet of een doorgezakte voorvoet. En het komt vooral voor als je al wat ouder bent. Ja, hoe het ook komt, je wilt er gewoon van af. Wat kan je er nu eigenlijk zelf aan doen? Je kan zelf aan de slag met je voeten. Je kan, en dat doen al heel veel mensen, zelf de spieren in je voet gaan trainen. En door te oefenen maak je die voeten weer soepeler en sterker. Het is namelijk zo dat als je schoenen draagt, worden je voetspieren lui. En zoals alles in je lichaam moet je regelmatig bewegen. Dat geldt ook voor je voeten. Getrainde en soepele voeten met sterke voetspieren verminderen de klauw- en hamertenen en eventuele pijn. Kortom, train je voeten.